Hi, mijn naam is Kai van bioenergietherapie.nl en vandaag wil ik je wat vertellen over de Biophoton Energy Charger. Hoe werkt deze fotonentherapielamp voor thuis? Wat heb je eraan? En waarom is het een goed idee om te investeren in fotonentherapie voor thuis? Wellicht heb je al een beetje verdiept in hoe fotonentherapie werkt. Hè? Dus de basis is dat de cellen biofotonen, lichtsignalen, naar elkaar sturen, maar ook binnen in de cel de organellen, de organen van de cel zelf communiceren met elkaar door middel van kleine lichtsignalen. Dit noemen ze biofotonen. De biofotonentherapie die verhoogt de biofotonen in het lichaam. Want door de westerse samenleving, iedereen draagt kleren, zit veel binnen, nemen wij vanuit het zonlicht veel te weinig biofotonen op. We zijn eigenlijk natuurlijk geëvolueerd uit Zuid-Afrika, waar we veel zonlicht hebben, altijd buiten waren. De mens is langzaam gemigreerd naar het noorden en hier hebben we gewoon te weinig licht. Daardoor hebben onze cellen te weinig biofotonen om eigenlijk optimaal te kunnen functioneren. Sluipen allerlei ziektes erin. Nou, als je dat dus gaat verhogen met fotonentherapie, dan gaat die gezondheid enorm toenemen. Dan bestaat de therapielamp eigenlijk uit twee dingen. We hebben LED's die rood licht produceren voor lichttherapie. En we hebben infrarode lasers. En die lasers, dat is het allerbelangrijkste. Daarom noemen ze deze therapie in het Engels ook wel low-level lasertherapie. Lage intensiteit lasertherapie. Want die infrarode lasers, die stralen precies het licht uit wat de cellen nodig zijn. En dat licht is heel weinig aanwezig in licht van bijvoorbeeld de zon, of gloeilampenlicht, of andere vormen van licht. Dus ook al is het maar een heel zwak signaal, omdat het precies het licht is wat het lichaam nodig is, en dat van nature heel weinig aanwezig is, kun je een behandeling van 20, 30 minuten met zo'n lamp vergelijken met dagenlang lekker in de zon zitten. Als je tenminste kijkt van hoeveel verhoogt het de biofotonen voor het lichaam. De gezondheidsvoordelen hiervan heb je vast al ervaren. Nou, het mooie van deze lamp is dat hij heel klein is. He, je hebt hem op een statief, je kunt hem rollen, je kunt hem draaien, je kunt hem gemakkelijk met één hand alle kanten op bewegen. En het gebruik is zeer eenvoudig. We beginnen door de lamp aan te schakelen door op de knop power te drukken. En als we dan het licht, de behandeling willen starten, dan drukken we simpelweg op de startknop. Dat duurt 10 minuutjes. Gaat hij automatisch alle frequenties bij langs, gaat hij de biofotonen in het lichaam verhogen middels de lasers. Omdat het infrarood licht is, zie je het niet zo goed. Maar dit is wel een van de belangrijkste aspecten. En de LED's, zodat je ook goed ziet waar de lamp op gericht is. De behandeling, één sessie duurt 10 minuten en dan stopt de lamp vanzelf. Nou hebben we nog een extra knop. Hier, de alfa-knop. Nou, met de alfa-knop, als we die inzetten, wordt het licht gemoduleerd met een extra alfa-hersenfrequentie. De alfa-hersenfrequentie is de frequentie waar je hersenen ingaan als je aan het mediteren bent, heel erg ontspannen bent. Dus dat is een hele fijne hersenfrequentie. Maar doordat we een heel druk leven hebben en constant geprikkeld worden, kunnen heel veel mensen niet meer zo goed hun hersenen afstemmen op de alfa-frequentie. Na een behandeling met de Biophoton Energy Charger op de alfa-frequentie is dus aangetoond en uitgemeten dat daarna de hersenen weer veel beter en veel makkelijker in de alfa-frequentie komen. Wat enorm helpt voor het ontspannen en het loslaten van stress. Dat is dus een extra frequentie die we erbij doen als het lamp op het achterhoofd en het gezicht staat. Ik zal je zo meteen demonstreren hoe een behandeling precies gaat. Voor nu wil ik nog eventjes een klein dingetje toevoegen. Dat aan de zijkant van de lamp zit ook een knopje photon en on en off. En daar kunnen we het licht mee uitschakelen. Als we dat doen, zien we dat hier een blauw lampje gaat branden. He, dus nu is het blauw lampje uit, nu gaat het blauw lampje aan. Dan weten we dat het magneetveld, wat ook in het apparaat ingebouwd zit, gewoon door blijft gaan. De tijdslimiet gaat er nu ook vanaf. Dus nu produceert hij wel een magneetveld, wat helpt om de gehele energie in huis te verbeteren, maar straalt hij niet het licht. En zo kun je dus de Biophoton Energy Charger ook gebruiken als leefruimteoptimalisator. Dus de hele dag gewoon zo aan laten staan op het blauwe om een veld te creëren wat je gezondheid bevordert. De goede frequenties zoals de Schumann-resonantie in de ruimte te brengen. Nou, dan gaan we nou eventjes demonstreren hoe we de bek gebruiken. Je kunt de bek eenvoudig bedienen. Als hij aanstaat, het enige wat je hoeft te doen is op start te drukken. Dan gaat hij automatisch 10 minuten lang zijn werking doen en na 10 minuten piept hij en stopt hij vanzelf. Nou, het is heel eenvoudig. We richten de lamp om te beginnen op het achterhoofd.
Nou, dat doen we om te zorgen dat de hersenen en de hersenstam goed geactiveerd worden. Als je met het achterhoofd begint, dan zorgt ervoor dat de behandeling over de rest van het lichaam nog beter zijn werking zal doen. Weet je wat nou zo belangrijk is bij die biofotonentherapie? Is dat je het een beetje gaat bijhouden. Want natuurlijk, als je hebt ervaren hoe biofotonen verhogen in het lichaam enorm bijdraagt aan je gezondheid, afname van klachten, dan begrijp je natuurlijk ook dat je dit verschil merkt omdat je in eerste instantie een biofotonen tekort had. En hoe groter dat tekort, hoe meer het verschil gaat zijn. Maar we kunnen nog meer doen. We kunnen namelijk ook de Biofoton Energy Charger aansluiten op een MP3-speler. En het licht laten pulseren met het geluid, de frequenties van muziek. Van alles zou je kunnen opnemen en met de lichtpulsering in je lichaam, die frequenties in je lichaam brengen, waardoor is bewezen dat je dingen veel makkelijker onthoudt en ook je onbewust op die manier kan programmeren. Dan wil ik graag even demonstreren hoe dat werkt. Nou, de muziek loopt via het kabeltje waar we normaal onze koptelefoon op aansluiten. Hebben we de lamp aangesloten. Het licht pulseert nu het frequentiepatroon van de muziek. Dus het kunnen tekst zijn, woorden, muziek, maar bijvoorbeeld ook frequenties die je kan downloaden als mp3-bestand en erop kan zetten. Nou lijkt het natuurlijk alsof de lamp gewoon brandt, net zoals altijd. Maar is dat ook zo? We gaan weer meten. Zoals je kan horen, pulseert de lamp nu met de muziek. Dan kun je de lamp ook gebruiken voor superlearning om dingen makkelijker te kunnen onthouden. Zo kun je bijvoorbeeld een opname maken met allemaal dingen die je wil onthouden. Dingen voor een proefwerk of misschien affirmaties die je diep in je onbewuste wil brengen. Van alles zou je kunnen opnemen en met de lichtpulsering in je lichaam, die frequenties in je lichaam brengen, waardoor is bewezen dat je dingen veel makkelijker onthoudt en ook je onbewuste op die manier kan programmeren. Dus als je hebt ervaren dat biofotonen in je lichaam toevoegen enorm helpt, dan moet je ook begrijpen dat het belangrijk is om het bij te gaan houden. Het is belangrijk om deze therapie regelmatig te doen. Want als je de biofotonen verhoogt, op een gegeven moment zijn ze weer uitgebruikt, is het nodig om ze weer aan te vullen. Dus het is het beste om elke week een biofotonenbehandeling te doen. Ga je dat bij een praktijk doen elke week, dan loopt dat natuurlijk snel in de kosten. Vandaar dat ik heb gezegd tegen de producent van de grote lamp, we moeten een kleine lamp hebben, zodat als mensen op een gegeven moment uitbehandeld zijn, ze zijn weer met hun gezondheidsniveau waar ze graag willen zijn, dat ze dan thuis eventueel verder kunnen. Nou, op de praktijk hebben we natuurlijk een grotere lamp, waardoor ik zeg, van, nou, dan doen we één behandeling per maand, want die behandeling die is toch drie keer zo sterk ongeveer als deze. Maar als je thuis doet, dan raad ik je aan eens per week, twee keer per week of naar behoefte jezelf te behandelen. En dan is de investering in de kleine fotonenlamp zich meer dan waard. Dit verdien je gewoon makkelijk terug, want zo'n lamp gaat 30.000, 40.000 behandelingen mee. Die koop je dus niet voor even, die koop je echt voor je hele leven. Deze lamp behandel je natuurlijk niet alleen jezelf mee, maar ook andere dierbaren. Mensen die bij je op visite komen die klachten hebben, misschien je kinderen of je ouders, je broers, zus, ik weet het niet. Iedereen heeft baat bij fotonentherapie, dus zo'n lamp is niet een investering alleen voor jezelf. Natuurlijk in eerste instantie voor jezelf, maar daarnaast zullen ook heel veel andere dierbaren daar natuurlijk van mee kunnen profiteren. Nu heb ik een kleine verrassing voor je. Ik heb me afgesproken met de Nederlandse importeur dat als jij zegt dat je via mij komt, je €250 korting krijgt. Heb je interesse in de lamp voor thuis? Neem even contact op met mij via info@herstartjegezondheid.nl. Dan kan ik je doorverwijzen naar de leverancier. Dan zorg ik dat je die €250 korting mee kan pakken. En hopelijk help je dat toch weer wat verder op weg om de fotonentherapielamp voor thuis aan te schaffen. Het is een heel fijn apparaat. Hij wordt standaard geleverd met een tafelklem. Ik heb hem nou even op het rolstatief. Die kun je voor een paar honderd euro extra erbij kopen. Wat hem een stuk wendbaarder maakt. Zeker aan te raden om die erbij te nemen. Als je nog vragen hebt, aarzel absoluut niet om me te mailen. Je kunt natuurlijk ook kijken op de website van de leverancier, medifoton.nl, waar je nog veel meer informatie vindt over dit fantastische apparaat die je leven voorgoed op een positieve manier kan veranderen. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Ik heb me heel vaak rot gevoeld en nu
met die fotonentherapie, wat ben ik toch blij dat dat op mijn pad is gekomen. Want ik ben nu 75 en ik voel me eigenlijk wel, nou, 25 is een beetje overdreven, maar die energie heb ik wel, gelukkig, dankzij mijn lamp en mijn fotonentherapie.